Een zomerstorm raasde over het Rijnmondgebied en dat betekende dat de kramen op de markt van Middelharnis extra goed moesten worden vastgezet. De ondernemer met de wenskaarten die heeft besloten om niet te komen, want die verwacht dat ze wegvliegen. We hebben de ondernemers een berichtje gestuurd van joh, zorg dat je voldoende haringen bij je hebt, spanbanden, zodat je alles stormvast neer kan zetten. Nou ja, daar geven ze allemaal gehoor aan. Hoofdzakelijk spanband om de wagen hebt hij gegooid en zoveel mogelijk vastzetten. Op camping een toppershoedje in Oudorp hadden ze wel wat extra haringen kunnen gebruiken. Voor kampeerders Alex en Annette werd het een slapeloze nacht. Hun tent bezweek onder de storm. Ja, het begon natuurlijk steeds meer een kracht toe te nemen. En toen op een gegeven moment 12 uur om naar bed gegaan en een beetje liggen waken. En om 12:30 toen zei die krak. En toen ging de voorste tentstok in stukken. Ik dacht, wij gaan lekker in de auto slapen. Dus we hebben de kinderen gehaald en die auto stond al voor de tent. Dus zijn we in de auto gaan liggen, maar het sliep niet lekker. Je ligt toch de hele tijd naar je tent te kijken en of die niet nog verder zou gaan. En of die niet opeens over de hele camping zou verdwijnen of zo. Dus dat toch niet geslapen, nee. We zijn nog niet van die kampeerders. Het is de eerste keer dat we echt voor 2 weken gaan kamperen. Dus we hebben het wel gelijk onze storm meegemaakt.